Hey, hallo mensen. En tof dat jullie kijken naar Talkshow hashtag 34. Let's go. Ja mensen, dat was misschien een iets andere intro dan dat je van mij gewend bent normaal, maar hey, die dingen moeten soms ook gebeuren. Je moet soms variatie in je video gooien als je al bijna één fucking jaar YouTube doet. Ja, 4 juni 2019 dan doe ik een jaar YouTube. Dat is best wel bizar. En wat ook bizar is, is dat het tering warm weer is in Nederland deze dagen. Jongen, als je video gaat opnemen of gaat livestreamen, ik weet niet of je de livestream van gisteren hebt gezien, die zou ik zeker even kijken. Maar als je video op gaat nemen en gaat livestreamen, jongen, je hebt de tering warm. En sowieso als je 4 uur of zo live gaat, gisteren waren we echt iets van 4 uur live. Mijn internet lag er weer uit voor de tweede keer, dus vandaar dat er 2 streams zijn geworden. Lekker boy. We waren met Damian, Jamie en Koen. Dat was echt wel fucking ziek. We hebben een victory gehaald. Dat is in de 3 uur en 29 stream. Ik zou die dus... Daar hebben we zelfs 2 victories gehaald. Daar ben je niet van mij gewend. Maar ik zou die hier zeker gaan kijken. Eentje is met dank aan Damian. Want hij was gewoon solo. Op een gegeven moment en net gewonnen. En de tweede was met dank aan een random stranger in ons team. Tijdens Potje Quads. Die eerste bedoel ik. Die heb ik helaas niet op beeld. Want toen waren we alleen met Koen en Jamie. Maar die heb ik helaas niet op beeld. Omdat ik al geliefd was. Omdat ik niet wist dat die random guy nog leefde. Dus ik heb daar ook geen win van bij gekregen. Dat is helemaal kut. Blijkbaar had die andere guy zichzelf opgeblazen. Dat kan ook in het leven. Verder heb ik niet heel veel tijd. Want ik ga zo meteen weekendje weg. Ga ik niet vloggen. Want we gaan naar de Veluwe. En we gaan zwemmen de volgende dag. Dus ja. Dat kan ik ook wel samenvatten in de talkshow 35 van woensdag. En dit is de van vrijdag talkshow nummer 34. Ja. 15 juni heb ik voetbaltoernooi. Daar heb ik fucking veel zin in. En dan, ja. Moet jullie allemaal van blauw duimpje omhoog doen. Voor de rest gaat deze video niet heel lang worden, want ik ga jullie zo meteen even laten zien hoe tering warm het buiten is nu, want dat is echt niet normaal. Oké, top. Verder ga ik met 31 mei, dus dat is volgende week vrijdag, met Tim. Naar Jong Oranje tegen Jong Mexico. We gaan met de trein. Ik heb ook vrij gekregen volgende week vrijdag voor stage. Dat is super chill. Want eigenlijk begin ik maandag op een nieuwe stage. Maandag. Zieke lichtflits in één keer. Maandag, dinsdag en zondag zijn mijn stage dagen volgende week. Maar officieel is het maandag, vrijdag en zondag. Dus ik heb 1 dag vrijgekregen en ik moet een andere dag daarvoor werken. Officieel heb ik volgende week ook de hele week vrij met school. Alleen op maandag niet, maar op maandag loop ik stage, dus ik stage. En dinsdag, woensdag heb ik school, dus zal ik dinsdag, woensdag vrij hebben. Want die week, volgende week begin ik namelijk op stage. Dus ja, die stageweek moet gewoon doorlopen. Anders maak je al helemaal geen goede indruk op je nieuwe stage. En dat is wel wat je wil. En zij houden in ieder geval wel rekening met mijn liefde voor voetbal. Want bij die andere stage waren ze op zondag dicht. Dan moest ik op zaterdag stage lopen. Kon het ook niet anders. Maar bij deze stage zeggen ze van, ja, je mag op zondag stage lopen. Maar 1 keertje op zaterdag is voor mij no problem. Maar ja, ik heb op zaterdag ook voetbaltoernooi. Laatste keer 15 uur op school. Dan ga ik wel vloggen, want dat is wel super ziek. En dat was allemaal 1 avond gezegd. En ik weet nou op het moment ook niet meer wat ik gezegd heb. Maar ik zou het wel goed gezegd hebben. En ja, dan hebben we hier nog een mooi camerahoesje. Mooie Ajax 10 uur sokken. Ja, ja. Voor de rest ga ik zo meteen mijn tas inpakken voor het weekendje weg. En dat is leuk. En dan vraag ik jullie nog 1 keer om een blauw duimpje omhoog te doen. Ja, ja. En dan ga ik jullie nu... De camera dacht ik ga een feestje met jou geven. Oftewel, met andere woorden gezegd, de camera viel weer uit.
En over camera's gesproken, hier hebben we een heel mooi horloge liggen van de GoPro. Deze fotocamera hier. Is foto, die middelste. Ja, die middelste hier is filmpjes. En deze rechter is pauzeren. Hebben we het horloge uitgelegd, want vond ik gewoon leuk om te doen. Dus ja, sommige dingen moeten gewoon in het leven. En is de houder van de camera. Maar nou komt het mooiste. Hier moet je in als je iets gaat doen. Maar nou komt het mooiste. Waar de camera is, weet ik niet. Geen idee. Is gewoon weg. Foetje. Ik heb hier ook een mooie vlogcamera liggen met schermpje. En al. Dit is zo flikkert niet als Jan. Je kan hem ook van een statief afdraaien met dit. Zo. Zo. Goede gezicht in één keer. Goed gezicht in één keer. Kijk, hier kun je het statief mee verplaatsen. Dan draaien we hem weer even op. Want ja, het is wel leuk weer. Oh shit, dan moet hij er alweer goed op. Nou, kan ik ook wel buiten de opnames doen zo. Maar ik zou jullie, uiteraard. Dit is een andere camera waar ik nu op het moment film. Op. Dit is een andere camera. Dit is een andere camera waar ik nu op het moment mee film. Nederlands blijft het nog steeds altijd moeilijk. Ook al heb ik mijn examen gehaald met een zesje. Maar dat maakt niet uit. Nederlands rekenexamen / wiskunde heb ik gedaan. Krijg ik over 5 weken pas de uitslag van. Maar er zijn enige 2 examens die ik dit jaar moest doen. Dus mocht ik het halen, dan hoef ik de laatste week niet naar school. Dus als fucking chill. Dan heb ik een week extra vacation. Oftewel vakantie. Maar eigenlijk zou ik jullie ook nog laten zien hoe fucking ongelooflijk mooi en fucking warm weer het nu op het moment is, dames en heren. Ja, het kon leuk gaan doen en daar hier normaal gestaan om naar beneden te lopen. Er staat wel een hele mooie auto. Maar dat doen we dus niet. Sorry voor de wind, het waait wel een beetje. Maar dit is wel het mooie weer. Daarachter zie je een vogel. Zie je niet op camera, maar dat maakt niet uit. Het is wel het mooie weer wat ik nu op het moment bedoelde. Dus nu jullie ook het mooie weer hebben gezien. Is het toch echt nu tijd om deze video af te sluiten, want ik moet een beetje aarzelen. Ik moet mijn spullen erin pakken en nog heel veel andere dingen. Dus geen idee waarom ik dit deed. Maar ja, voor een outro moet je toch wel even goed ervoor gaan zitten. Dus dat hebben we zojuist ook net gedaan. Daar staat een hele mooie keyboarddoos. En hier staat het keyboard. Heb ik van Rick gekregen, en zo naar Rick. Daar kan ik misschien nog wel een mooie video mee maken. Doe even een, ja, ik ga gewoon weer een duimpje vragen. Doe gewoon even een blauw duimpje omhoog. Want ja, dan ga bij de 10 duimpjes omhoog ga ik een video maken met dat keyboard. Ja. Oké, dat ook weer gezegd. Dan zeg ik van, ik hoop jullie genoten van deze video. De blauw mogen liken, abonneren, belletje aan als je geabonneerd bent. Het kan allemaal hier beneden, die outro, als je niet zo snel gewend bent. Dus zet je maar pauze, want ik doe dat altijd zo fucking snel. Gaan we er gewoon even weer goed voor zitten. En dan zeggen we zoals altijd, Ezo naar Hans Kraai fucking Junior. Want dit is, deze outro heb ik aan hem te danken. En dat is namelijk mensen, de groeten.